mensen, we zijn weer terug bij aflevering 3. 4. En 4. Jeroen is al net al bijna dood gegaan, of is dood gegaan. Ja. Maar hij leeft nog. Even typen. Ja, want het was, ik wilde weggaan, dus ik wilde leaven door disconnect. Alleen ik had disconnect misgeklikt en toen was ik klein geklikt. Toen dacht ik van, oh ja, ik ben eruit, ik ben veilig. Maar nee, was ik niet. Toen kwam er een zombie in en zei van, hey Jeroen, fuck jou, ik vermoord jou. Ja, bam, dood. Maar... Ah goed, dan was het buiten de aflevering om, dus hij mag gewoon... Anders was ik alleen met die Belg opgeschreven. Ja, de Belg. De Belg, die hem hel sloeg, fucking vishengel. Ja, fuck you, je moet hier voor mij komen staan als ik ben aan het vissen. Nee, wie gaat nou fucking vissen in ons huis dan, in de fucking cave? Ja, buiten ga ik dood, weet je. Ja, lief, buiten binnen... ook, maar binnen dus blijkbaar ook. Ja, of niet, met de vishengel. Dat lijkt me echt een hele erge dood. Je bent vermoord met een vishengel. Door een Belg. Nee. Toch een Belg. Gewoon. Ja, we hebben dus dag 2, of nee, dag 3 hebben we al overleefd. En yes. Nog steeds. En dan zitten we dus in de volgende dag. De volgende dag, is dat donker? Of is het zo licht? Weet ik niet. Maar ik denk dat er binnenkort mensen doodgaan, want we hebben Minecraft Skill heeft nog 1 leven, Tortuga heeft nog 1 leven. Silent is, weet ik veel, heeft ook nog maar 1 leven. Dus ik gok dat die wel heel snel doodgaan. Ja, ik heb er 3. Alleen maar Biome Seek. Seek, weet ik veel hoe ik moet uitspreken. Creeper. Die heeft alleen nog maar 20, de rest heeft allemaal al damage. Dus dat is chill, want dan hebben wij meer kans als meer mensen dood zijn. Ja, ik ga nog even proberen appels te vinden. Ja. Ik wil eigenlijk, naar andere mensen toe lopen en die dan van afstand met pijl en boog gaan raken. Maar dat is wel riskant. Ja, dat heel zou ik riskant. Niet doen. Dat zou ik nu echt niet doen. Dat zou ik niet. Oh, ik, shit. Fucking lava meer hier. Ja, weet ik. Ja, moet je echt voor oppassen. Misschien moeten we die beter dichtgooien. Ja. Nee, maar dan kunnen mensen zien dat wij hier wonen. Ja, oh, ja, dat is waar. Beter dan sowieso van de half omgehekte bomen. Ja. Ja, dat is ook waar. Hey, half afgehakte bomen. Hier woont niemand. Gold. Ja, normaal. Fuck jullie. Ha, 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 ha. Oh wacht, die heeft nog super weinig leven. Oh, oh, nu stop ik om je zo blij is. Mini zombie. Ja. Wat? Wacht. Oké. Okay. Kill this shit. Nou. Ik heb hier een grot. Oh, ik heb nog 3 hartjes. Ik heb een grot gevonden hier. Ik ben er al. Waarom kunnen die kutbeesten tegen daglicht? Weet ik niet, dat is echt kut. Geen idee. Zijn die zombies? Ik hoor ze wel. Waarom is er geen fucking appel? Ik hoor fucking... Oh, oh, nee. Kut, mini zombie. Waar? Ja, helemaal onder in mijn grot. Ik ga gewoon rennen nou. Gewoon lopen. Ik ga even een X maken, dat is gemakkelijker. Kut, ik heb lag, dadelijk ga ik dood. No! Nee. Half hartje. Blijf leven, je kunt het. Ja. Alsjeblieft, blijf leven. Kom op, nee, grote zombie, fuck. Nee. Ik kom naar je toe, hoe moet ik er komen? Beneden in de grot, ja, hij is dood. Ja, ik ben bijna bij je. Ik zie je licht, maar ik weet niet waar, ingang en uitgang. Zwaar harde lek heb ik nu. Hier. Dank je, escort mij, dank u. Oh shit, mensen hebben al diamonds gevonden. Misschien al eerder, maar dan hebben ze de achievement niet. Ja. Oh, hartverzakking, jongen. Oké, nou moeten we echt die appels gaan focussen, jongens. Ja, ik ga zeker gewoon beginnen met bomen omhekken en dan wachten dat het dropt. Dat is gemakkelijker in de meer kent. Ja. Oh man, ik ben van 11 naar 1 gegaan. Ja, ons team staat er een slecht voor volgens mij. Ja, we stonden eerst supergoed. Net als mij is eentje slecht, want die heeft 2 keer 1 of niet meer. Maar mm-hmm. groen heeft 2 keer 1 en 1 keer 5. En wij hebben 1... 3 en 6. We zullen gewoon proberen om niet dood te gaan als eerste. Is goed. Ja. Nee, ik wilde winnen. En dat kan doordat we een appel gaan vinden. Ja. Kan nog makkelijk als we appels hebben, ja. Als we ineens fucking 1000 appels vinden, ja, dan kennen we nog maar. Nou, we hebben sowieso maar genoeg voor 1 appel. Ja. Ik ondergaaf vreselijke lek op het moment. Ik weet niet waardoor. Ik wil nog 1 bom ontdekken en dan ga ik naar binnen. Yeah, de eerste is dood, Nick. Yes! Oeh,
Ik ben ook bijna dood. Dat is niet mooi. Oh, de eerste Scrublord is dood. Oh, wat, dat is ook de eerste van vorige keer. Nice. Nice, Nick is weer als eerste dood. Nice. GG. Nice. Ik heb nog anderhalf hartje over. Fuck. Ja, ik heb een half over. Beter gaan we hier gewoon heten, wachten tot het weer dag wordt. Dan gaan we gewoon op kippen leven. Beter wel. Ik wil even die... Oh, die is al cool. Waar is mijn Iron Sword? Daar. Ja, zal ik gewoon even axes maken? Dat lijkt me het verstandigst. Ja, ik heb al een axe. Ja, voor mij ja. Joni gaat, gaat vissen. Yep. Oh, wat? Waarom is de deur hier weg? Ja, nee, omdat er creepers en shit buiten staan. En zombies. Oké. Voor de zekerheid. Ik durf niet meer naar buiten. Ja, ja, het is ook niet. Dus je moet ook niet naar buiten gaan. 3, 3 en 1. Nice. Kals even mooi maken. Ja, hebben we veel aan. Ja, nou moeten echt op dat we elkaar niet raken met wat dan ook. Vooral ik, want mij hoeft maar één keer te raken en ik ben al dood. Godverdomme. Niet voor mij komen staan. Blijf gewoon weg van mij. Ja, dat doe ik. Waarom ben je aan het vissen? Bij mij zit je visding in de lucht. Maar met de visding ook een enchanting booster krijgen, toch? Die kun je ook opvissen. Echt waar? Blablabla. Yes, ja, tweede is dood! GG. Goed, dan is voor mij nog maar één groene er. Ja, die is ook maar 4. Nice. Nice. Wie is helemaal dood? Twee van mensen van groen. Jurgen. Die gasten die hebben gewoon appels voor het leven, joh. Voor mij ook, ja. Als we een golden apple, ja, voor mij Jurgen en zo. Voor mij, als we een golden apple hebben, wie mag die dan? Wie heeft het meeste geld? Die laatste helft. Jullie... Dat ben ik dan op het moment. Ja, dan neem jij die maar. Dan moeten we meteen... Ja, dan zal ik dan ook meteen verder gaan zoeken naar andere apples. Oké, wie heeft er nu het meeste helft? Ik ga dan zoeken naar... Nou, voor mij hebben jullie allebei 3. Oh. Ja, serious? Allebei 3. Wauw, ons team staat er slecht voor. Ja. Is het goed als ik van die Iron Ingots nog wat bescherming maak? Ja, ik maak ben... Dat, beter maak je daar gewoon een axe van. Een axe, oké. Zou ik dat doen? Ja, ik heb al een Iron Axe, dus... Misschien als iemand die woont, vraag maar. Ik ben gewoon uit verveling alles mooi aan het maken. Hey, strak plan. Wie wil die Iron Axe hebben? Buiten deur. Hier, jij, mooi maak het. Hier heb je de axe. Danke. Paarse team was zo. Paarse team is. Wil ik een slaapkamer voor iedereen maken? Nee, onnodig. Onnodig, maar wel mooi. Room. Pas op, ik loop langs ik je. Groen is beter, geel. Ja, groen doet het wel beter. Die heeft toch 2 over. Nice. Ja, dit gaat zo slecht, hè. En dat met het gevoel van de vorige keer heel goed zou gaan. Groen is best team ever. Blauw gewoon. Hier, blauw is 60. Of we groeien, of laat gewoon een boom hier binnen groeien. Ja, en dan? Dan kunnen we hem hakken en hopelijk komen er appels uit. En... Dat er niet. Je valt weg, wat zei je? Ik denk niet dat het hem gaat worden. Waarom niet? Nou, de eerste slaapkamer is af. Oh, nice. Wacht, als ik nou even hier een diepe kamer maak. Dan kunnen we het proberen met die boom, want op zich kan het wel. Ik ga die. Oh, boom! Nee, sorry, ik wil een blokje hakken. Nee! Oh, nee, fuck. Dat voel ik zo kut, hè. Ik wil dat blokje hakken.
You asshole. Oh nee, fuck. Kut. Ik killed him. Kut. Ik wist geen shit. Ik wilde het blokje hakken. Nice room, beste PvP'er. Kut, ik wilde het blokje hakken. Oh nee, blijf weg van me. Dag, een win alsjeblieft. Oh shit. Je hoeft sowieso één appel minder te hebben. Dat, ja, dat, kijk zo. Dat is wel een voordeel. Hey, kijk. Vuurpoten slaan, verrader slaan. Oh nee, ik voel me echt zo kut voor jou nou, hè. Nou, boeien. Ja. Wel grap. Op zich ook wel heel, heel grappig dat deed. Best wel. Misschien mag ik vragen of ik ooit mag spectaten bij jullie. Mag niet, denk ik. Mag denk ik niet, maar kan je wel vragen dat je al in Avenger mode zit of zo? Of gewoon in creative en dan invisible of zo. Ja, maar dan kan hij ons wel stuff geven. Ja, handig. Een beetje vertrouwen in mensen hebben is niet slecht. Dat is waar. Ik vraag wel geld in zijn. Weet, heb jij deze koppel hier gezet? Ja, daar zit een kei, zit een grot zit erachter. Oké. Kikert, ik ga hier komen. Wie is eigenlijk, ja. Bij wie moet het zijn? Zeg maar, Wouter, vraag maar. En welk kanaal zit die? Standaard zit video's. Industrie. Noor, hacker. 23 levens. Left your channel. Shut up. Oh man, dit is... Oké, okay, dus, dan zit ik hier met de Belg, toch? De Belg. Yes. Nice. Goed, wij moeten echt heel erg oppassen. Rood is gewoon pro. Rood is gewoon OP en hacks en shit. Zeker. Nog meer Rafijn hero. Kom. Ik hoop zo dat dit werkt met die boom je binnen laten groeien. Dat sowieso niet werken. Ja, het kan, ik weet het. Ik had het al eerst ergens anders gedaan. Het kan binnen groeien. Als die ja, belicht is. Onder. Wat zei je? Moet ook genoeg plek hebben. Hè? Ja, weet ik. Daarom ben ik je nog groot aan het uithakken. Hoe hoog is een boom ongeveer? Twee blokjes met... Ik denk dat die 7 hoog is of zo. Ik denk dat je uw kamer 10 bij 10 bij 10 moet hebben. Ben ik weer. 10 bij 10 bij 6 of zo. 10 bij 10 bij 6. Yo, hallo. Yo. Hou me een beetje op de hoogte. Okay. Wel, ik ben aan het vissen. Mag je spectate of niet? Ik heb nog niet gevraagd, ik was ook wel in de pauze. Oké, chill. Ja. Random een channel gaan join is misschien niet het beste idee. Ja, dat deed ze bij mij wel bij de vorige. Handig. Ja, toen was ik, of maar was het de ene laatste aflevering toen. Het was super veel mensen waren al dood. Terwijl mensen die dood waren, kwamen bij mij zo. Kwamen allemaal rondturpen. Stem vervormen erop. Heel grappig. Ja, ik ga. Ja. Zou ik het doen of zou ik het niet doen? Wat nu vragen? Ja, ik zou of? Niet gewoon random joinen. Ik zou een okay. Message sturen of zo op Teamspeak. Dat is misschien beter. Ja, of je wacht eventjes. Dat is nu 13 minuutjes. Dus dan zou hooguit 10 minuten. Oh god. Oké, mag niet. Oké, nou jammer. Jammer dan. Dan moet ik jullie afleveringen maar kijken. Ja, dat ze zullen waarschijnlijk niet heel veel meer zijn. Maak alsjeblieft een graf voor mij. Ja, zal ik doen. Gewoon een grafplaats met een potje erop. Ja, zal ik doen. Ik zal het wel even doen, dat is gemakkelijk. Ja, jullie hebben nou tot niks te doen, want jullie durven allebei niet naar buiten te gaan. Dus. Dat is waar. Dat is zeker weten waar. Ik kom langs, ben pas op. Actief lang bezig. Oh, niet te dicht bij mij komen staan, ik kom nog niet op. Bedankt. Oh ja, Mark, Jorrit en Nick die hebben elkaar ook afgeslacht. Oh, nice.
Ik sloeg volgens mij een creeper naar Mark Joris. Nee, Mark Joris sloeg een creeper naar Nick toe, per ongeluk. En toen explodeerde die bij Nick. Chill. Pas op, ik kom er langs. Ah, jee, een mooi graf. Als een van ons, van de andere van ons doodgaat, dan zetten we die ernaast. Dank je. Ik vind het ook echt een mooie tekst dat erop staat. Ik zal zo even omkijken. Nee, er staat niks op hoor. Niks belangrijks. Even, kom even kijken. Of de... Ik wil het weten. Nee. Ik heb het gelezen. Oh, iets met een E. Oeps. Eikel? Ja, er staat dat je een eikel bent. Ja, wacht zo. Vieze kutbelg. Hij zegt dat je een vieze kutbelg bent. Dat staat op het bordje, je bent een vieze kutbelg. Zo, ik heb de... Ik kan niet vragen dat het zo eindigen met mijn leven daar. Echt wel. Ik ook niet. Je hebt een fijn leven gehad. Ik heb zo mijn best gedaan. Ja, je hebt ook een mooi einde hier. Kun je niet een prinsje insturen? Kan, of ik zeg gewoon wat er staat. Ik zie zo meteen wel een screenshotje. Of ga op Twitch. Dat ik met jullie mee kan. Ja, maar dan moet ik eerst even de opname uitzetten voordat ik dat kan doen. Want ik kan niet opnemen en dan tijdens de opname bedenken van hé, nu ga ik streamen. Ja, wie weet. Dat kan ik helaas niet. Ik bezit niet over dat soort magie. Witte, mijn fucking vishengel is wel magie, die zo heeft een deel ontdaan. Ja, dat is wel magie. Oké, hebben wij botjes? Ja. Zo kut dat we geen leven gieten, hè? Ja. Echt, is dat ik ga zoeken voor appels. Nice. Als ik niet terugkom, maak een mooie graf voor mij. Oké. Ik zal mijn best doen om een mooi graf voor jou te maken als je niet terugkomt. Ja, de zon komt op, het is nog voormiddag. Nice. Appels. Appels, 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 creeper. Oh, skeleton probeert mij te raken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling dat die skeleton mij raakt. Appel, ik smel fucking appel, kutting. Yes. Oh, ik wil een skeleton branden. Oh, godverdomme. Wait. Een skeleton schiet mij en krijgt geen damage. GG. Erg waar? Chill. Raakt die of schoot hij mis ofzo? Oh. Nee, die raakt. Ik kreeg zelfs zo'n knockback, maar geen damage. Oh, op zich chill. Misschien heb je lag en krijg je zo meteen pas. Nee, ik denk het niet. Geld is er wel dood. Dat is goed. Oké dan. Goed, ik heb geen idee of dat ding hier gaat groeien. Ik hoop het wel. En als het groeit is het echt zo'n hele kleine boom. Oh, ik heb twee bones. Dat is goed. Je biedt de farmer een bone meal. Eten. Yes. Beter gaat die boom weer groeien. Zo. Oh nee. Enchanter. Wat? Hij heeft een achievement enchanter. Oh shit. We hebben zelf nog geen diamonds. Hey, hier is een cave. Bam 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 bam. Damn, was hij niet onze boosschutter die ik heb doodgeslagen? Wat? Of kon jij er goed boos schieten? Ik kende wel half. Ja, dan was die echt andere gast die ik heb doodgeslagen. Dat is kut. Mm-hmm. Want ik zei... Ik vroeg, ik kon iemand goed boos schieten. En toen kreeg ik reactie van, ja, ik kan het wel goed. En dus, oh nice, geef ik jou die dingen. Oh ja, dat was haar, denk ik. Oh, einde! Oh shit! Oh, leef je?
Ja, ik leef nog. Oké, kom zo terug naar het huis. De achteruitgang pakken en er zit een creeper in. Dus kijk. Heel langs de achteruitgang gaan. Oké, ik kom snel terug naar het huis, dan doen we even een autootje. Dus, vond je deze aflevering leuk? Doe dan vooral blauwe duimpjes omhoog. Dat waarderen wij heel erg. Ga niet dood. Ga niet dood, nee. Hopelijk gaan wij niet dood. Dus, abonneer op mij en abonneer op hem. En dan zijn we allebei blij. Yay, en dan sla ik je nu dood, bam. Nee. Fuck you. Yo, tot de volgende keer.